Hoi allemaal en welkom bij een nieuwe video. Het is vandaag zondag en ik ga zo naar Zoë. En de bedoeling van vandaag is en mijn dressuurproef oefenen en oefenen voor de handtrail. Want volgende week, het is vandaag dus zondag de 14e. En volgende week is de wedstrijd al. En even denken, maandag ga ik trouwens ook. Dan moet ik er hand houden. Normaal gesproken rijden jullie op maandag, maar die kan morgen niet. Dus morgen rij ik. Dinsdag kan ik nog rijden. Woensdag heb ik les. Donderdag gaat jullie. Vrijdag is vrij. Zaterdag gaat jullie. Dus ik heb nog de komende paar dagen om te oefenen. Alleen het nadeel is wel dat het nu dus echt gewoon best wel warm is. Dus ik hoop wel dat het... ik heb namelijk het idee dat echt precies de dag dat ik kan rijden warm is. En vanaf woensdag wordt het weer kouder. Ja, nou, dan... Vandaag is het 24 graden, nou wordt 22 graden, dus dat is op zich nog wel te doen qua rijden. Maar ja, ik heb dus mijn dressuurproef helemaal niet geoefend. Dus ik heb gisteravond nog even uit mijn hoofd te stampen, want ik had wel een stalgenoot die een voor wilde lezen. Maar ik vind het altijd fijn om uit te tekenen. En nee, het is niet bedoeld dat ik mijn foto's zo lelijk ga rijden en zo. Maar zij gaat ook haar paard scheren, dus ik weet niet in hoeverre zij er tijd voor heeft. Dus de bedoeling is dat ik eerst mijn proef ga oefenen. Ja, eerst losrijden, dan mijn proef ga oefenen. Dan ga ik even helpen met het parcours opzetten. Want ik heb al een aantal dingen van de handtrail geoefend. Die hebben jullie ook al gezien. Maar we moeten bijvoorbeeld nog door zo'n boog heen. De bedoeling was eigenlijk om dat met linten te doen. Maar uiteindelijk is het met stroothoutjes geworden. Dus ik weet niet of zo dat nou best wel heel eng zal vinden. Omdat het natuurlijk niet echt ritselt. Maar ik vind het wel fijn om het even geoefend te hebben. En we hebben nog smalle doorgang met dekens. En... ik heb altijd zo met smalle doorhouden dat het een beetje aan een trailer doet denken. Dus ik weet, dat moet ik ook even oefenen. En ik moet eigenlijk ook even oefenen om achter te knotten. Want ik weet eigenlijk sowieso niet of ik zo ooit al geknot heb. Maar als ik het een keer heb gedaan, dan is het al heel lang geleden. Dus ja, dat moet ik even oefenen voor de wedstrijd volgende week. Nou, we zijn klaar met oefenen. Het ging niet super goed. Ze was best wel heel snel. En ik had niet verteld, maar ik had dus even een 20-40 pak uitgegeven, omdat het eigenlijk 25-60 is. En op zich bleef ze qua galop, want ik dacht echt dat het in galop een probleem ging worden om binnen de bak te blijven. Maar dat viel best wel mee. Mensen gingen wel gewoon vrek te hard. Dus ze is echt helemaal bezweet. Het is ook best wel warm. Maar dat komt ook wel omdat ze zich oploopt te fokken. Huh? Maar goed, ik hoop echt dat volgende week minder warm is, want anders weet ik niet of ik met alle onderdelen mee ga doen. Nou, ik ben nu klaar met Zoë rijden. Het is nu 11:15 bijna. Tussen 12 en 2 zou ik nog handtrail gaan oefenen. Maar ik moet ook nog oefenen met Zoë knotten, dus ik denk dat ik dat nu even ga doen. Ik wil ze eigenlijk eerst even afspuiten. Niet erin staan. Hij is echt niet koop. Nou, ik ga even proberen om zoiets te knotten. Ik had het beter eerst kunnen knotten en daarna kunnen wassen, want nu zijn er maanden natuurlijk allemaal stug nat. Nou, ik heb nu een staartje gemaakt waar ik dan voor flex van ga maken. Je ziet het ook wel dat Zoë hier dunnere maanden heeft dan hier. Dit zijn echt wel dikkere plukken en ook smallere. Maar goed, we gaan verder. Nou, dit zijn klotjes, zoals je kunt zien zitten ze daar heel dicht op elkaar. En hier dus helemaal niet, maar dat is dus omdat ze daar dikkere manen heeft. Nou ja, voor een onderlinge wedstrijd vind ik het goed genoeg. Dan ga ik het dus zo denk ik even in de rangeercirkel loszetten. Ik kan ze even de ei kwijt. En dan gaan we daarna nog even handtrail doen. Dan staat ze wel hier wel heel lang stil. Zo is vriendje aan het maken met Jack. Lekker liggen rollen.